goedenavond en welkom bij de talkshow van het ATFR, oftewel het Amateur Theaterfestival in Rotterdam. Wij zitten hier bovenin in de lounge van het OT Theater in Rotterdam. En ik heb twee gasten aan tafel van Kruimels, die zojuist uit de voorstelling Dag Ik zijn gekomen. Welkom. Links van rechts van mij zit Stefan van Wieringen en daarnaast Frank van Vliet. Stefan, jij was de regisseur? Ja. Tevreden? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, het is echt spannend om, wat ik je net vertelde, eigenlijk in een hele korte tijd iets te maken. Ja. En dat het dan in één keer af is. Vanmiddag de laatste puntje op de i gezet en dan nu in 30 hier? Minuten. Ja, dus, ze hebben het heel goed gedaan. Zeker. En Frank, met een goed gevoel van het podium gekomen? Ja, zeker, zeker. Kun je iets dichter bij de microfoon komen? Wat heel spannend is, dat het hier zo enorm groot is. Ja. Veel groter dan onze eigen studio. Ja. En dat is ook heel leuk natuurlijk. We gaan eerst even naar een filmpje kijken wat jullie gedaan hebben. Ja. We hebben een filmpje waar jullie repetities gemaakt. En dan kunnen mensen thuis ook een beetje zien wat ze gemist hebben, zeg maar. Ja. Als ze niet zijn komen kijken. En de mensen hier op de bank hebben waarschijnlijk wel gekeken. Maar ik vind het vast ook leuk om nog een stukje terug te zien. Afgesproken niet te bellen. Maar we kunnen toch ook afspreken dat we af en toe werken. Op een gegeven moment pak jij hem. Ik wil even weten, want het is nu vast aantal ringtones. Ja, het is ja, ik kom vlak op. En op een gegeven moment is het klaar, je pakt hem en dan kan je hem ook echt pakken. Ja. En dan hou je hem ook in je hand. Ja. En dan kunnen jullie meteen opkomen. We hadden afgesproken niet te bellen, niet te schrijven, niks. En dan hou je hem nog steeds in je hand, dat is beter, et cetera. Nou, dat was nu even. Het ging goed. Ja, maar ik moet even weten. Niet dat een einde zo eindig was. Nou, dat was een hele korte impressie van wat jullie net gedaan hebben. Natuurlijk was het veel langer, 30 minuten lang. Maar jullie hebben wel voor een bijzondere vorm van theater gekozen. Jullie zijn eigenlijk heel erg op zoek gegaan naar de crossover tussen theater en muziek en bewegingstheater, dans misschien. Ja. Waarom hebben jullie die keuze gemaakt om daarmee te gaan werken? Nou, ik vind het zelf heel fijn om heel associatief te werken. En eigenlijk gewoon ideeën of beelden of teksten te nemen als uitgangspunt. En dat gooi ik in de groep. En dan vraag ik aan hun, kom met dingen terug. Neem dingen mee, verzin beelden, verzin scènes. En dan kijk ik dan weer naar. En dan verzamelen we in twee weekenden heel veel materiaal. En vervolgens ga ik kijken, oké, dat vind ik mooi, dat vind ik mooi. Dat laten we weg, dat is ook mooi, maar dat is een andere voorstelling. En zo bouw je naar één stijl. Het zijn allemaal wel verschillende, hoe noem je het? Disciplines scènes. En scènes, maar je probeert er toch een soort geheel van te maken. Kijk, bewegingstheater is wel ons merk. Wat wij maken is altijd theater met veel beweging. Ja. En wat voor deze voorstelling heel bijzonder was, is dat we hebben samengewerkt met twee sound designers. Ja. Die dus echt alle geluiden hebben gemaakt speciaal voor deze voorstelling en ook live. Ervoor zorgen dat het allemaal jullie op zijn plek ook interactie valt. Hadden tussen de geluidstechniek en de spelers. Ja. Ja. Dus of de acteurs doen iets waardoor boven de geluidsmensen al op allerlei toetsen drukken en dingen doen. Of andersom dat ze boven geluiden instarten waar de spelers weer op reageren. Ja.
Ze hebben heel veel, ja, ze hebben in studio's op bleekseldries staan slaan om proberen daar een geluid uit te krijgen. Ja. En nou ja, van alles uit de kast gehaald om het goede geluid. En dan kwamen ze bij ons en dan zeiden we, ja, het is niet echt, ja, kan er nog iets anders, kan het nog iets meer bas of iets erin? En dan, nou, dan gingen ze weer terug. Gaan uitproberen of zo, ja. Bij wijze van spreken of. Nou ja, ze hebben heel veel gemaakt en ook soundtracks en beats en ja, heel veel muziek gemaakt. Dus, en die is weer teruggekomen in jullie voorstelling. Ja. Ja. En zelfs het nummer Gangnam Style hoorde ik. Ja, ja. Ja, het was eigenlijk een van die twee sound designers die houdt heel veel van house muziek. Dus eerst zei ik tegen hem, kan je een lekker house nummer maken? Ja. Dus dat is goed. En op een gegeven moment kwamen we op dat Gangnam Style. En zei ik, kan er dat ook een beetje in? Ah ja, zei hij. En toen gingen we dansjes maken en flauwekul. En op een gegeven moment dachten we, gaan gewoon een leuk Gangnam Style ding maken. Ja. Gewoon ook als lekkere energieke brekende voorstelling. Dus ja, het is gewoon heel grappig hoe zo'n sound designer dan met zijn passie voor house muziek of gewoon zo'n soort mengvorm maakt eigenlijk. Ja. Ja. Frank, is het nou ook zo dat jullie allemaal, zeg maar, jullie eigen stukjes, je eigen dingetjes, je eigen stokpaardjes terugzien in de voorstelling? Of is het toch wel echt Stefan zijn verhaal? Nee, het leuke in het werk met Stefan is die daagt ons uit om veel spullen mee te nemen en daarmee te gaan experimenteren. Ja. En uiteindelijk zien we allemaal dingen terug die we in allemaal verschillende losse scènes bedacht hebben. En dat wordt allemaal samengesmolten tot een voorstelling. Dus we herkennen in de voorstelling allemaal dingen die we zelf hebben aangedragen in de opdrachten van Stefan. Precies. Ja. Hey, en die repetitieweekenden die jullie hebben dan om een stuk op te zetten, zullen redelijk intensief zijn. Ja. Maar ik begrijp ook dat jullie in vrij korte tijd hier naartoe hebben gewerkt. Ja. Ja. Hoe is het om zo onder druk te werken? Zeg maar? Nee, want je moet wel iets hebben als je hier staat. Ja, maar het is heel fijn, want veel amateurgezelschappen die werken één keer in de week. Één avond en dan vaak 20 weken lang. Ja. Ja, dat is gewoon eigenlijk heel onwerkbaar. Want als je, zeker bij bewegingstheater, als je veel met beelden, bewegingen, energie werkt. Ja, dan de week erop is het weer weggezakt, moet je daar weer aan beginnen. En zo zakt het zo 20 weken op en neer. Dus je kan net zo goed als ook professionele gezelschappen beter 3 dagen achtereenvolgens van ochtends tot een uur of 5 werken. En zaterdag en zondag, vrijdag, zaterdag, zondag. En nog een weekend heb je 2 weekenden en heb je het af. Dus voor iedereen fijn. Want, weet je, en na die weekend heb je ook echt zoiets van, wauw, het is, weet je, we hebben de helft van de voorstelling. Ja, volgende weekend. Hey, de andere helft. En dan afmonteren. En komt het dan ook wel eens voor dat het niet lukt? Nee, ja, tot nu toe. Het lukt mij niet als ik gewoon 1 keer in de week dat moet doen. Nee, weet je, dan ga je s'avonds, iedereen komt uit zijn werk, is hartstikke moe, heeft gewoon ook een druk leven ernaast. Dan zit iedereen te vol. Ja. En nu heeft iedereen gewoon dat geblokt. Iedereen is gewoon, heeft wel zin in om gewoon hard te werken. Ja. Hey, jullie coach die was ook op het gebied van bewegingstheater en dans, als ik het goed heb begrepen. Ja. Wat hebben jullie daaraan gehad? Nou, met name dus de dansante stukken, daar heeft zij natuurlijk in het bijzonder naar gekeken. Ja. En heeft echt met ons gekeken, nou bijvoorbeeld die Gangnam Style. Ja, hoe je dat kunt verfijnen, wat je daar aan nog andere dingen in kunt doen. En we hebben echt met haar gewerkt. Het waren niet alleen een paar tips, maar we hebben echt ze is wel echt met jullie aan de slag gegaan. Ja, ze komt echt uit de dans wat dat betreft. Ja. Ik had gewoon wat losse dingen zo gemaakt. Toen dacht ik, ja, nu weet ik het niet. En dan zeg ik, oh ja, dan moet je daar en dan komen we met z'n allen en dan moeten we dat starten. Ja, maar jullie zijn sterker dan daar, dus draaien we dat om. En ze kijkt gewoon veel meer van, ja, ze kijkt 1 keer en heeft ze alles zo gezien. Oh ja, zo zit dit in elkaar. Wat ik met bewegingstheater heb, dan zie ik een scène en denk, oh ja, dat. Dat heeft ze echt met dans. Ja, dat is gewoon echt leuk om zo iemand hartstikke fijn naast je te hebben. Hey, voor de mensen die nou nieuwsgierig zijn geworden, waar kunnen ze meer informatie over jullie vinden? Hebben jullie een website? Hebben jullie een Facebook, een Twitter? Vertel. www.theaterkruimels.nl. Dat is hartstikke duidelijk. En is deze voorstelling nog vaker te zien? Zeker. We weten nog niet precies wanneer. Maar wij spelen voorstellingen waarschijnlijk volgende week. Vrijdag en zaterdag. Ja. En waar? In Theater het Kapelletje. Dat is het laatste weekend van november voor mensen die dit op een woensdagavond ergens thuis zitten te kijken. Ja. Ja. En wij spelen voorstelling meestal 1 keer of 8. En op onze site staan keurig netjes de data waarop we gaan spelen. Dan kunnen mensen daar verder vinden. Ja. En misschien natuurlijk morgen. Dat zou zomaar kunnen, want jullie zijn onderdeel van de wedstrijd. Ja. Hebben jullie al iets van de concurrentie meegekregen? Nee, nog niet. Ik heb gisteravond voorstellingen gezien. Oké. Ja. En zijn jullie bang voor de concurrentie? Of denken jullie, ik heb mooie dingen gezien. Kunnen we hebben? Tuurlijk. Oké, okay. Tot slot wil ik nog even weten. Wat vinden jullie van het festival? Het is niet de eerste keer dat jullie hier zijn, dus jullie hebben een beetje... jullie weten wat het gevoel is van het festival.
Hoe is het om hier te spelen? Ja, heerlijk. Ik bedoel, het is prachtig. Het is een hele mooie zaal. Het is ontzettend druk. Ja. Je komt alle bekenden weer tegen. Dat is natuurlijk erg gezellig. Dus, het is levendig. Het is echt wel ook de randprogrammering eromheen. En al die groepen die in de kleedkamer wisselt. Dus je gaat erin en er komt alweer een groep uit. En je gaat bij iemand anders kijken. Dus het zit lekker strak in elkaar. Goeie sfeer hier. Ja. Ja. Nou, hartstikke fijn. Ik hoop dat jullie vanavond ook blijven hangen. En nog meer gaan bekijken. Lekker een biertje drinken in de foyer en lekker even ontladen, denk ik. Want jullie komen nu echt recht uit de voorstelling. Klopt. Dus jullie moeten ook nog even gewoon genieten. Ja. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. Ik wil de kijkers thuis ook bedanken. De kijkers hier op de bank. Ook leuk dat jullie er waren. En wij zijn er straks weer terug met de talkshow. Wil je meer informatie over het festival? Dan kun je die vinden op www.atfr.nl. Voor nu bedankt. Dag!